Met diepe verslagenheid en een zwaar gemoed deelt de sportwereld het tragische nieuws van het overlijden van voormalig hockey international Fleur van Doren op slechts 35-jarige leeftijd. Hockeyclub Rotterdam heeft via een aangrijpend bericht op Instagram de droevige boodschap wereldkundig gemaakt. Van Doren zette haar eerste stappen op het hockeyveld op slechts 7-jarige leeftijd. Haar passie voor de sport bracht haar al op 15-jarige leeftijd naar de hoofdmacht. Na haar eindexamen besloot ze haar horizon te verbreden en vertrok ze naar Nieuw-Zeeland. Eenmaal terug in Nederland stortte ze zich op haar studierechten. In 2009 schitterde ze met jong Oranje door goud te veroveren op het WK in Boston, een hoogtepunt in haar indrukwekkende carrière. Van Doren vertegenwoordigde tevens tweemaal het Nederlands elftal en speelde maar liefst twaalf jaar in de hoofdklasse, waarvan één seizoen bij Pinoken. Ze was een onmisbare schakel in de hoofdmacht. Ondanks haar glansrijke sportieve prestaties. Kende van Doren persoonlijk een moeilijke weg. Acht jaar lang streed ze dapper tegen een slopende depressie. Het verlies van haar moeder maakte deze strijd nog zwaarder. Uiteindelijk verkreeg ze toestemming voor euthanasie, een hartverscheurende beslissing die volgens het Algemeen Dagblad met de steun van haar vader en zus tot stand kwam. Langs deze weg willen we ons medeleven betuigen aan alle betrokkenen en nabestaanden. We wensen hen alle kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit onmetelijke verlies. Fleur van Doren zal herinnerd worden als een getalenteerde en moedige sportvrouw, die zowel op als naast het veld haar stempel heeft gedrukt. Haar nalatenschap blijft voortleven in de harten van degenen die haar gekend hebben.